De Edison Jazzism Publieksprijs 2019 gaat naar de formatie The Preacher Man voor hun plaat Blue. The Preacher Man bestaat uit Chris Strick, drums, Rob Mostert, Hammondorgel en Efraim Trujillo, saxofoon. En hij is op weg naar het Volkshotel hier in Amsterdam. Hij denkt voor een fotoshoot, maar ik mag het zo meteen aan Efraim vertellen. Efraim Trujillo, kom eens hier. Dat had ik niet verwacht. Nee, jij dacht, dat is wel heel mooi nieuws. Jij dacht, ik ga op de foto. Inderdaad. Nee, maar je gaat wel in beeld. Want ik mag je namelijk ontzettend leuk iets vertellen. Namelijk dat de Preacher Man de Edison Jazzism Publieksprijs gewonnen hebben. God, dat is toch niet te geloven, en daar wil man. Ik je van harte mee feliciteren. Nou, dankjewel. We hadden het vorige week nog over die plaat in onze uitzending. Ja. Ik vermoedde al zoiets dat het zou kunnen gaan gebeuren, maar je had flinke competitie, jij, Chris en Rob. Ja. Maar jullie hebben hem gewonnen, dus nou, ik feliciteer je van harte. Geweldig. Efraim Trujillo van The Preacher Man. Yeah.